Het spijt me, schaap, maar ik moet jou wel vermoorden. Pokjo, kijkers van Doe Maar Gamen. Tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd in mijn Minecraft Survival Island wereld om gewoon zo'n beetje weer verder te gaan waar we de vorige aflevering gebleven zijn. Voor de mensen die denken, Job, waarom zeg je nou weer zo'n beetje? Waarom zeg je niet gewoon van we gaan verder waar we de vorige aflevering gebleven zijn? Omdat ik namelijk offscreen bezig ben geweest met het een en ander. En ik zal jullie in het kort even laten zien met wat. Er zijn namelijk een hele hoop schapen bijgekomen. En ik heb ze allemaal weer even mooi wit, zwart en grijs gemaakt. Dat zijn namelijk de basic kleuren van, ja, Minecraft schapen. En daarmee zit je eigenlijk ook altijd goed. En zoals jullie kunnen zien, ik heb aardig wat wheat in mijn inventaris. Geen idee waarom ik die seeds bij me heb. Waarschijnlijk omdat ik wat wheat heb geoogst. Ik heb zelfs nog 2 extra shears bij me. Ik had er echt veel te veel gemaakt. Beetje dom van me. Laten we het er maar op houden dat ik per ongeluk mijn shift toets indrukte wanneer dat niet de bedoeling was. Maar dat even terzijde. Zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn hele kist vol zitten met allerlei verschillende soorten wol. Dus ongelooflijk hoeveel ik heb. En ja, ik hoop dat jullie allemaal weer gaan genieten van deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Laat ik anders eerst maar even gaan slapen, want ik zie namelijk dat het nacht is geworden. En naast het feit dat het nacht is geworden, regent het ook nog eens in Minecraft. Maar wij gaan in deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gewoon lekker verder met mijn, ja, schapenhotel eigenlijk, wat eigenlijk gewoon een hele grote schapenfarm is. Maar dat mogen die schapen natuurlijk niet weten, dat ze eigenlijk in een soort van slachthuis zitten. Maar dat even terzijde, ik heb er weer een hele hoop zin in. En ik weet ook hoe je een disco schaap kunt maken. Ik wist het eigenlijk van tevoren al wel. Je moest het namelijk doen met jep en dan ergens een laag streepje. Alleen ik wist heel even niet precies waar je dat lage streepje nou neer moest zetten, et cetera, et cetera. Maar nu ik dat wel weet, wil ik eigenlijk even kijken of ik een disco schaap kan maken. Ik heb er namelijk 2 nodig, want uiteindelijk heb ik namelijk natuurlijk mijn hotel voornamelijk af. En dan is het de bedoeling dat ik helemaal bovenaan het hotel nog 1 soort van kubusje krijg, wat eigenlijk een kubus is van allerlei verschillende soorten kleuren, waar dan het disco schaap in komt te zitten. Maar het is ook de bedoeling dat ik nog een disco schaap ga plaatsen hieronder in mijn disco kamer. Want ik heb namelijk ook, ik ben laatst ook begonnen aan het maken van een speciale disco kamer. Dus van daar. Oh my god, mijn villagers zijn dood. No freaking way. Mijn villagers zijn dood. Ik had kunnen verwachten dat dit moment ooit zou komen, jongens en meisjes. Maar het zuigt in principe best wel nu het moment er ook daadwerkelijk is. Maar dat even terzijde. Laten wij eens even snel gaan kijken of wij hier misschien nog wat strings hebben. Oh nee, die hadden we natuurlijk niet meer. Nou ja, dat even terzijde. Laten we dan maar lekker verder gaan met het bouwen van ons schaaphotel. Dat was namelijk toch hetgene waar ik de vorige aflevering mee bezig was. En ook hetgene waar ik deze aflevering weer lekker mee wou verder gaan. Dus jongens en meisjes, hopelijk kan ik jullie allemaal weer heel erg gaan vermaken met deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. En zullen wij de tweede laag anders gaan maken van lichtblauw? Dat vind ik in principe een best wel mooie kleur voor de tweede laag. Dus ik zou zeggen, let's freaking go for it. Ik maak heel even een beetje een skeertrappetje. Dat leek mij namelijk een wel zo'n handig idee. En had ik ook nog wat geel glas nodig? Of wat oranje glas? Ja, ik had nog een klein beetje oranje glas nodig, dan weet ik dat. En ik moet natuurlijk ook nog pilaren maken, die zeg maar in de hoeken komen te staan van mijn schaaphotel. Dus dat moet ik zo direct ook nog even gaan doen, maar ik heb het idee dat dat in principe wel goed moet komen. Holy shit, check al die schapen dan. Dat zijn echt incredibly veel, jongens en meisjes. Misschien zelfs wel zoveel als dat ik eerst aan koeien had in een van de eerste afleveringen. Of nou ja, een van de eerste afleveringen in het begin van mijn Minecraft Survival Island serie hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Maar dat even terzijde, wat maar even moeten doen. Dus wij moeten heel even snel gaan kijken of wij wat meer glas kunnen krijgen. En heel even onze enderpearls in onze inventaris hebben, want dat zijn namelijk 2 dingen die over het algemeen gezien best wel heel erg van belang zijn, kan ik jullie vertellen. Maar eerst wil ik heel even snel kijken. Oké, hier heb ik in principe genoeg enderpearls in, dus dat scheelt. En ik moet dus heel even snel wat wheat weer gaan dumpen in de kisten hier. Dat lijkt mij tenminste wel zo'n handig idee. En dan wil ik eigenlijk heel veel kijken of ik nog wat meer glas hierin heb zitten. Oh joh, kijk eens aan. Ik heb nog meer dan genoeg glas. En ik heb hier ook heel erg veel donkerblauw glas. Dus laten we anders weer eerst even verder gaan met donkerblauw voordat we gaan beginnen met lichtblauw. Dat is namelijk in het geval waar we nu in zitten, in het scenario waar we ons nu in verkeren, wel het makkelijkst. Want we hebben namelijk al donkerblauw glas, dus dat scheelt. En dan moet ik heel even kijken of ik mezelf zo meteen op wat makkelijkere manieren weer naar boven kan halen. Dat zou namelijk ook heel erg schelen. Maar nee, ik hoop in ieder geval dat ik jullie allemaal weer heel erg kan gaan vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. En wat ik even moet gaan doen, dus ik moet heel even, want ik was net namelijk wel weer naar boven gegaan, maar ik moet eerst heel even snel wat donkerblauwe wol erbij pakken. Want dat ga ik namelijk ook heel erg hard nodig hebben momenteel. Dan pak ik even dit erbij.
En dan denk ik dat wij in principe wel lekker verder kunnen gaan. Want als het goed is, is het namelijk de bedoeling dat we nu 2 lagen hiervan doen. En dat we dan weer 2 lagen glas doen. En dan weer 2 lagen van die donkerblauwe wol. En op deze manier moeten we dus een soort van, ja, schapenhotel maken. Met allerlei verschillende soorten verdiepingen. En het is dus de bedoeling dat de verdieping die zeg maar gemaakt is van donkerblauwe wol, dat die verdieping ook daadwerkelijk donkerblauwe schapen gaat bevatten. Dus ik hoop dat dat een beetje episch gaat worden. Ik heb er in ieder geval goed gevoel over. Hopelijk hebben jullie dat ook. En ik zou zeggen, laten wij eens even gaan kijken hoe dit er uiteindelijk gaat uitzien. Het is wel moeilijk om dat glas te plaatsen. Want je natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk donkerblauwe wol. En dan moet je ook nog eens donkerblauwe glas gaan plaatsen. Waardoor het inzichtsvermogen een klein beetje belemmerd wordt. Maar dat even terzijde. Ik doe in ieder geval mijn best om het een beetje goed eruit te laten zien. Voor de rest, gisteren heb ik weer een nieuwe voice-over video geüpload op mijn Facebook pagina. Voor de mensen die nu vol met verbazing denken van, Job, je hebt een nieuwe video geüpload. Een nieuwe voice-over video op jouw Facebook pagina. Ja, kijker, je hoort het goed. Je kunt namelijk voice-overs en dat soort, ja, je kunt eigenlijk gewoon video's uploaden op Facebook pagina's. En dat is ongelooflijk awesome. Ik heb namelijk een Facebook pagina, facebook.com/Job van Grafhorst. Waar ik eigenlijk gewoon dagelijks /wekelijks, dat zou ik heel erg raar zeggen. Waar ik dagelijks /wekelijks allemaal verschillende soorten foto's op post. Maar ook heel erg veel zelfgemaakte grappige kleine video's. Dus als jullie daar benieuwd naar zijn, check dan even de bovenste link in de beschrijving. Iedereen die die video van mij, of die video, iedereen, ja ook die video, de laatst geposte video. Iedereen die die pagina even zou willen, ik vind ik leuke. Ik weet niet of dat überhaupt een werkwoord iets is. Zo van, nee, ik ga even Jobs Facebook pagina, ik vind ik leuke. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Iedereen die dat even zou willen doen en iedereen die even mijn laatste uploaden voice-over video op mijn Facebook pagina zou willen delen. Ja, die krijgt denk ik, nou die krijgt niet een shout-out. Maar ik ga proberen de volgende aflevering iemand in de Book of Fame en iemand op de Wall of Fame te zetten. Die dus mijn Facebook pagina een like heeft gegeven. En die dus mijn laatst geposte bericht op mijn Facebook pagina gedeeld heeft. Dus als jij dat wilt zijn, check dan even de bovenste link in de beschrijving. Want je zou mij namelijk een heel erg groot plezier mee doen om die Facebookpagina even te liken. En de laatste geposte video daarop even te delen. Dat zou ik tof vinden. Dat is namelijk een soort van parodie / voice-over op de Fonk reclame. Die vele mensen waarschijnlijk onderhand wel kennen van, oh die is mooi. Oh die is ook mooi. Oh die is ook mooi. Oh maar die is mooi. Maar waar vind ik het? Op Fonk.nl. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. En op die reclame heb ik dus een soort van voice-over gemaakt. Die ik persoonlijk best wel episch vind geworden. Dus als jullie daar benieuwd zijn, check dan even de bovenste link in de beschrijving. Dat even terzijde, want wij gaan namelijk wel even kijken wat wij nou nog moeten gaan doen. Ik wil eigenlijk wel even kijken waar ik de pilaren van wil maken. Ik zit eraan te denken om het te gaan doen van zwarte wol. Of ja, ik kan het natuurlijk ook doen van gele en van rode wol. Of van witte en van oranje. Voor de mensen die denken, Job, waarom zou je het van wit en oranje willen doen? Omdat dat namelijk 2 kleuren zijn die mij een beetje doen denken aan een soort van afzetting. Een soort van lint. Vraag me niet waarom, het doet me er gewoon aan denken. Dus ik denk van, hey, laat ik dat dan maar gewoon doen. Even kijken. En ik heb de afgelopen dagen heb ik een soort van, ja, struggle omtrent YouTube. Nu denken jullie misschien van, Job, je hebt een struggle omtrent YouTube. Gaat dat betekenen dat je YouTube-kanaal gaat stoppen? Nee, dat betekent het niet, maar er is iets de afgelopen dagen wat mijn editing omtrent video's, wat dus eigenlijk gewoon mijn hele YouTube heel erg belemmert. Ik kan er niet handig door opnemen, et cetera, et cetera. Het zijn mijn handen. En jullie denken nu misschien van, Job, je handen, wat is er mis met je handen? Zijn het een of andere buitenaardse handen waarmee je allemaal rare powers hebt? Dat jammer genoeg niet, want dat zou natuurlijk wel vervelend kunnen zijn, omdat ik dan misschien mijn muis opblaas. Maar het zou natuurlijk ook wel weer voor leuke fragmenten in het leven kunnen zorgen. Maar ik heb zweethanden. En dit klinkt misschien heel erg raar, maar ik heb nooit last gehad van zweethanden. Echt gewoon nooit. Ik heb, ja, tuurlijk, als ik heel erg hard bezig ben met weet ik veel, met vingeroefening of weet ik veel wat, iets met sport of zo, dan kan ik misschien last krijgen van zweethanden. Maar in principe heb ik nooit, hoe maak je dit ook alweer, van geel en van wit, toch? Of van, ja, ik geloof het wel. Maar ik heb eigenlijk nooit last gehad van zweethanden. En ik heb dat dus sinds kort. En ik kan jullie vertellen, het is ongelooflijk vervelend. Voor de mensen die denken, ja, maar Job, waarom is het ongelooflijk vervelend? Omdat ik namelijk zulke erge zweethanden heb tegenwoordig, de afgelopen dagen, dat ik letterlijk de grip van mijn muis verlies. Nu denken jullie, Job, de grip van mijn muis. Dit is mijn muis. Ik heb mijn hand op mijn muis. En mijn zweethanden beginnen zo erg te worden, dat het echt bijna gewoon water is wat over mijn muis heen gaat. Waardoor ik gewoon letterlijk alle kanten met mijn hand opschuif, maar niet mijn hand stil kan houden op mijn muis. Ik ben momenteel net thuisgekomen van school, dus momenteel heb ik er niet veel last van. Maar waarschijnlijk over een kleine 10 minuten begin ik weer ongelooflijk veel last te krijgen van die zweethanden. En er zijn verschillende soorten mogelijkheden, of verschillende soorten redenen die dus kunnen zorgen voor zweethanden. Het kan te maken hebben met de puberteit. Het kan te maken hebben met het feit dat je eraan denkt. En nu denken jullie, joh,
gedeeld met het feit dat je eraan denkt. Wat bedoel je daarmee? Hetzelfde met blozen. Stel voor jij zit in een vergaderzaal en er wordt een opmerking naar jou toe gemaakt, maar je mag niet blozen. Dan zit je zo van, ga niet blozen, ga niet blozen, ga niet blozen. Wat gebeurt er? Je gaat blozen. En dat heb ik dus momenteel ook heel erg. Elke keer wanneer ik namelijk achter mijn computer ga, dan is het bij mij een beetje zo van, niet gaan zweten, niet gaan zweten, niet gaan zweten. En raad eens, het gebeurt wel. Dus ik heb op een moment zulke, ja, zweethanden. Letterlijk alleen maar als ik achter mijn computer zit. Dat is fucking raar. Ik zat er eerst aan te denken om een nieuwe muis te kopen. Ik heb trouwens deze Havok muis. Die heel erg leuk van kleurtjes kan veranderen. Op deze manier. Maar ja, het is gewoon ongelooflijk vervelend, want het beïnvloedt gewoon heel erg wat ik doe omtrent YouTube. Ik kan er minder door opnemen. Ik heb sterker nog... Oh, hoe maak ik nou ook weer oranje dan? Ik ben dat serieus kwijt. Ik geloof zo. Ja, zo maak ik dat, tuurlijk. Sterker nog, ik heb de afgelopen tijden gewoon letterlijk minder door opgenomen. En ik heb het weekend, heb ik sterker nog... Dit weekend heb ik vrijwel niet opgenomen en niet weten te editen. Ik heb me gewoon echt alleen maar zitten irriteren aan die zweetanden. Ik heb vandaag een zalfje meegekregen vanwege de huisarts. Kutzalfje, werkt niet. Maakt het alleen nog maar erg. Ik heb het net opgezweerd en nu voelen mijn handen als een of ander raar babyhuidje aan, wat op elk moment kan gaan ontploffen. Dus ja, als jullie tips hebben, laat het me alsjeblieft weten in de comments. Want ik heb veel gelezen over bepaalde middeltjes die je ervoor zou kunnen gebruiken. Maar tot nu toe heb ik nog niet echt iets gevonden waar ik blij van kan zeggen van yes, dat heeft geholpen. Dus ja, ik baal ervan. Weet je wat ik doe? Ik gebruik wel zwart. Want zwart is namelijk een kleur die ik zeer waarschijnlijk niet ga gebruiken voor mijn verdieping. Maar ja, ik baal ervan. Dat is echt vrij logisch ook, want ik kan er namelijk niet handig door opnemen. Sterker nog, zoals ik al zei, dit weekend heeft het mij zo beïnvloed dat ik vrijwel niet heb weten op te nemen of heb weten te livestreamen dit weekend. Dus voor de mensen die denken, Job, waarom heb je dit weekend niet gelivestreamd? Omdat ik namelijk gewoon zoveel last had van die zweethanden, zo weinig grip had op mijn muis, dat het er gewoon niet in zat om te gaan livestreamen of om op te nemen. Dus ik heb dit weekend ook een beetje een naar weekend gehad. Maar nee... Ja, ik hoop dus dat ik een middeltje kan krijgen van de dokter of wat dan ook. Want ja, op een of andere manier, het is een soort van automatisme. Dat elke keer wanneer ik nu achter mijn computer zit, zit ik zo van, denk niet aan zweethanden. Denk niet van, ik mag geen zweethanden krijgen. Want als ik dat namelijk nu wel doe, dan krijg ik het wel. Dus elke tip en trick wordt gewaardeerd. Als er iemand is die mij de gouden tip kan geven om dit een soort van op te lossen, dan krijgt hij sowieso een dikke vette shout-out in de video. Maar ik denk niet dat er iemand is die dit kijkt. Ja, of je zou natuurlijk een kind moeten zijn van een of andere dokter als vader of iets dergelijks. Of je zou zelf misschien wel dokter zijn of iets anders. Dat je denkt van, oh mijn Job, ik weet precies wat je er tegen kan doen. Dan zou ik dat heel erg waarderen. Want ja, ik baal. Ik baal heel erg. Het is heel erg vervelend. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. En ik heb het de afgelopen dagen dus zo erg. Zelfs op school heb ik er last van. Dat als ik bijvoorbeeld iets aan het schrijven ben, dat ik er last van begin te krijgen. Al moet ik eerlijk toegeven, op andere plekken naast mijn computer valt het wel mee. Maar echt puur achter mijn computer begin ik last te krijgen van zweetanden. Ik denk zelf, omdat ik er namelijk heel erg aan denk, zo van, ik mag geen zweetanden krijgen. Ik mag geen zweetanden krijgen. Maar het kan dus ook met het feit te maken hebben dat er misschien iets is met mijn muis of keyboard. Maar dat zalfje wat hier lag, wat ik had gekregen van de dokter, heb ik gelijk weggeflikkerd. Want dat was gewoon letterlijk één groot drama. Dat hielp gewoon totaal niet. Maar nee, dan, dus als jullie denken, joh, waarom, ja, weet je, het is heel vervelend. Want ik probeer altijd, ik vind het heel erg belangrijk dat mijn video's altijd op tijd komen. Maar dit is onmacht. Dit is iets waar ik niks aan kan doen. Ik heb geloof ik eergisteren heb ik geen Survival Island weten te uploaden. Of in ieder geval, ik had een video te laat geüpload. Onmacht. Ik kon er niks aan doen. Ik kon niet opnemen. Ik kon niet editen. Ik kon gewoon niet normaal achter een computer gaan. En hoe erg ik daar ook van baal. Ja, het is niet zweten in een normale vorm. Het is echt heel erg dat het gewoon echt niet meer normaal is. En ik heb dat nooit echt alleen achter mijn computer. Ja, wanneer ik eraan denk eigenlijk. Dus als iemand mij een gouden tip zou kunnen geven... Wauw, ik zou het baas vinden. Ik heb echt een gouden tip nodig. Want dit is namelijk echt iets wat mijn, ja, wat mijn video content maken een beetje belemmert. Dus dat is heel vervelend. Maar hopelijk vind ik snel een manier om dit op te kunnen lossen. Dus dan heb ik jullie daar een beetje van up-to-date reden te stellen. Ik zeg dit niet om nu aan te geven van er gaan minder uploads komen. Ik probeer namelijk echt, ik doe echt mijn uiterste best. Om gewoon toch elke dag gewoon 3 video's te kunnen uploaden. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt dat toch wel, ja, het gaat gewoon goed. Het gaat me gewoon lukken daartegen. Maar ik bedoel van, het beïnvloedt me zo erg. Het is zo vervelend dat ik niet normaal achter mijn computer kan zitten. Het is onmacht, dus dat zou ik jullie even mededelen. Dus als iemand is die mij ermee kan helpen. Ik zou het baas vinden. Ik zou het echt super tof vinden. Dus dat wou ik jullie even mededelen in deze video. Nu weer even gericht op de game. Ik moest het even vertellen voor de mensen die zich afvroegen waarom er dus zo nu en dan een beetje onregelmatig upload werd. Ik ben dat namelijk. Want ik wil altijd al mijn video's stipt om 4:30, stipt om 5:30, stipt om 7:30 online hebben. Ja, dit is dus onmacht. Ik kan hier gewoon niks aan doen. Het is heel jammer. Ik baal er ongelooflijk van, geloof me. Ik baal er van als geen ander, maar... Zoals het nu eruit ziet, moet ik maar even kijken of ik een oplossing weet te vinden. Want dit is namelijk gewoon echt één groot drama. Oké, even kijken. Wat moet ik doen? Ik moet wel even snel het hout gaan dumpen. Dus dat mag hierin. Ik vind het wel fijn dat ik het tegen jullie verteld heb. Want nu hoop ik eigenlijk in reacties mensen te kunnen zien die tips voor mij hebben. Die mij enigszins gaan helpen om dit dus op te lossen.
Ja, zoals ik al zei, ik baal er gewoon ongelooflijk van. En ik hoop dus echt dat er een gouden tip wordt achtergelaten. Ik heb talkpoeder heb ik geprobeerd. Dus voor de mensen die nu massaal in de comments gingen schrijven. Ja, je hebt talkpoeder heb ik geprobeerd. Ik heb heel vaak mijn handen wassen heb ik geprobeerd. In koud water mijn handen leggen heb ik geprobeerd. Ja, wat heb ik niet geprobeerd? Dat is de vraag. Dus nu is het eigenlijk even de vraag van, is er een bepaald zalfje? Of moet ik gewoon proberen het uit mijn hoofd te zetten, het totaal te negeren en gewoon door te gaan? Misschien is dat het wel. Hoe moeilijk het ook is, het is bijna niet te doen daarentegen. Want ik val echt tijdens het opnemen van Skywars. Ik heb net een poging gedaan om Skywars op te nemen. Het lukte gewoon niet. Ik viel keer op keer. Weet je, het is kut. Je hebt totaal geen grip. En nu zullen jullie misschien ook zien dat ik zo nu dan een beetje uitschiet. Maar dat dus. Laat het weten in de comments. En check even natuurlijk van mijn Facebookpagina. Totaal iets anders, maar dat even terzijde. Maar nee, ik ben dus even aan het kijken of ik enigszins een... Ja, kijk, deze dingen heb ik nodig. Super. Als ik er daar namelijk genoeg van heb, dan kan ik in ieder geval ervoor zorgen... Oh, heb ik ze nou? Ik heb ze niet eens opgepakt. Wauw. Dat is best slecht, Job. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, even kijken. Hier had ik er eentje. Lagen er hier niet nog een paar? Ik geloof het wel, hè? Kijk, ik heb er nu in ieder geval weer 2. Dat betekent dat ik nu in totaal... Hoeveel rolls heb ik dan? 12 rolls. Oké, dat moet in principe wel goed komen. Heb ik daar... Ik heb dan natuurlijk ook een kist neergezet, hè? Bij mijn schapenhotel. Wat nog lang geen schapenhotel is, maar dat even terzijde. Ik moet eigenlijk even een spinwedded vermoorden. Oké, de optional piece. Dat is niet de bedoeling. Ik moet namelijk even een spinwedded vermoorden, zoals ik al zei. Dat is namelijk wel zo belangrijk. En misschien ben ik wel ziek of zo. Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Ik voel me namelijk fit. Ik voel me toppie eigenlijk, om het even zo te zeggen. Ik heb geen nergens last van, dus ja. Misschien zit het wat tussen mijn oren. Misschien denk ik er zoveel aan dat ik daadwerkelijk ga zweten. Maar het is niet zo dat, dat er geen zweet is, hoor. Er is echt zweet. Er is heel veel zweet. Dus het is niet zo dat het op die manier tussen mijn oren zit. Maar hey, misschien denk ik het mezelf aan. Is dat mogelijk? Jezelf aandenken dat je gewoon zoveel denkt eraan dat het ook daadwerkelijk gebeurt? Ik weet het niet. Maar nee, hopelijk is er een baas in de comments die mij kan helpen. Echt waar. Het zou echt awesome zijn gewoon. Ik zou het echt ongelooflijk vet vinden. Want dan kan ik namelijk weer gewoon normaal video's maken. Wat momenteel dus gewoon niet lukt. Oké, ik heb... Oh kut, ik heb veel te veel gemaakt of niet. Ik heb veel te veel roze glas gemaakt. Wauw. Dat even terzijde. Ik ga dat roze glas gebruiken. Want ik ga namelijk mijn verdieping afmaken met een roze wol. Dus wat ik doe is gewoon even een gedeelte van mijn roze glas gooi ik hierin. Ja, 2 stekjes zou ik waarschijnlijk wel bij me kunnen houden. En dan probeer ik mezelf hier even bovenop te teleporteren. Ik heb ook letterlijk maar 1 enderpearl niet. Nee, ik heb iets meer dan 1 enderpearl. En dit is wel een fijne manier om jezelf naar boven te teleporteren. Dat scheelt. Oké, dan pak ik even snel dit erbij. En dan zorg ik ervoor dat ik hier dus doorga naar alweer de derde laag. Ik wil ook weer niet een al te groot schaaphotel maken. Maar dat gaat namelijk dan gegarandeerd een drama worden. Oh, er kwam even een klein boertje als jullie net kon horen. Maar dat even terzijde. Hoppakee. Hoppakee, hoppakee. En even een kleine announcement nog. Ik ben nu namelijk toch al bezig met announcement en over zweetdingen. Nee, maar dat is wel een serieus onderwerp. Maar ik ben natuurlijk ook al bezig geweest over die voice-over. Mijn tweede gamekanaal, de Game Mall, dat gaat ook lekker qua upload. Ik upload daar echt elke dag stipt om 6:30 een video op. Dus ja, als jullie dat nog niet gecheckt hebben, mijn tweede gamekanaal, youtube.com/thegamemall. Link staat bovenaan in de beschrijving. Raad ik jullie zeker weten aan het even te checken. Dat is namelijk, zoals ik al zei, mijn tweede gamekanaal, waarop ik elke dag om 6:30 een video upload. Binnenkort gaat er meer Minecraft op komen. Kleine spoiler, binnenkort gaat er meer The Walking Dead opkomen. En hopelijk gaan jullie dat allemaal awesome vinden. En misschien zo nu dan wel eens een keer een extra video daar nog op. Maar daar ga ik niks over beloven. Want zoals het er nu naar uitziet is het dan moeilijk om elke dag dus 3 video's te uploaden. Normaal lukt het wel, maar puur even omdat ik dus nu in een soort van dilemma zit waar ik even uit moet komen. Wat hopelijk te doen is. Ik hoop niet dat het een definitieve aandoening is of iets dergelijks. Maar dat lijkt me niet. Dus hopelijk krijg ik een paar duidelijke reacties te lezen. En ik zou het fijn vinden. Je kunt me ook mailen natuurlijk. Wat ik niet aanraad, want ik check mijn e-mail niet heel erg veel. Maar doe maar game@gmail.com staat er ook voor open. Dus vandaar als jullie dat fijner vinden. Of als jullie echt een heel uitgebreid iets hebben om mij te laten weten. Maar ik heb ook zelf al uren op internet gezocht. En ik ben niet echt veel wijs geworden. Dus het lijkt me sterk dat er iemand is die toch meer weet. Maar hey, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Jullie zijn DMG'ers. Jullie zijn baas. Jullie weten alles. Waarschijnlijk niet. Maar jullie weten veel. Laten we het daarop houden. Zo, oké, dan kijk dit. Je begint er al goed uit te zien. Ik zit er zelfs aan te denken om deze aflevering al een gedeelte van de eerste verdieping te kunnen maken. Dat zou fijn zijn. De volgende aflevering wil ik eigenlijk gaan vissen. Omdat ik namelijk een name tag nodig heb. Kut. Voor mijn Discord-schaap. Oh, ik ben bijna dood gegaan. Dat ziet heel erg chill, Job. Oh, natuurlijk wel een beetje je leven in de gaten. Als ik dat namelijk niet doe, zit ik helemaal met een groot probleem. Oké, dan wacht ik wel even tot ik weer een beetje geregenerate ben. Voordat ik mezelf zo meteen weer naar boven toe teleporteer. Want ik zie mezelf namelijk zo meteen wel weer doodgaan. En dat is al één van die iets kleinere minpuntjes. Maar we zijn deze aflevering in ieder geval weer verder gegaan met het hotel. Wat heel fijn is. Wat zeker weet heel fijn is. Oké, ik mag nu niet misgooien. Oké, nice. Ik was namelijk al heel even bang dat ik weer mis zou gooien. Dan had ik namelijk een erg groot probleem gehad. Zo. Hoppakee. Maar nee, ik ben dus van plan om de volgende aflevering mee verder te gaan. Ik moet alleen even kijken in welk opzicht ik ermee verder wil gaan. En wat ik daarmee bedoel is, wil ik de volgende aflevering gaan beginnen met het inrichten van de verdiepingen? Of is het iets anders wat ik de volgende aflevering wil gaan doen? Ik moet wel even kijken of ik het wel op de juiste manier gedaan heb, want dan zit ik sowieso met een groot probleem. En ik moet even al die dice moet ik even voor mezelf op een rijtje zetten. Want ik weet momenteel totaal niet welke Minecraft dice er allemaal zijn. En dat is natuurlijk ook niet helemaal fijn.
Even kijken, heb ik nog wat witte wol? Ik heb nog één, of nou, nog genoeg witte wol, maar ik heb nog maar één zwarte wol die ik kan neerzetten. Oké, daar is een spin. Nice, dan teleporteer ik mezelf even naar beneden. Dan heb ik looting. Ja, hier zit looting op. Oh, er zit hier zoveel enchantments op, guys. Het is insane. Als ik deze aflevering nog heel even een vissenhengel kan maken, dan kan ik die de volgende... Kut, dan kan ik die de volgende aflevering gaan enchanten. En dan kan ik dus de volgende aflevering even gaan vissen in de hoop dat ik dan wat epische dingetjes zou weten te krijgen. Oké, even kijken, waar zijn die spin? Ik zie hier in één keer een schaap lopen. Het spijt me, schaap, maar ik moet jou wel vermoorden. Pok. Geniaal. Oké, even kijken. Waar is... ik hoor een spin, maar ik zie je niet. Je bent een bitch. Ik hoor je, maar ik zie je niet. Oké, nice. Hoeveel heb ik er nu? 3. Dat is genoeg. Heb ik sticks? Ja, ik heb ook sticks. Niet genoeg, ofwel? Nee, ik heb 3 sticks nodig in totaal. Precies weer 1 stick te weinig. Het kan ook weer eens een keer. Oh my god. Wauw. 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 Fucking. Wacht, is er een... Jij een zombie villager? Nee, jij bent geen zombie villager. Fuck jou dan. Als je een zombie villager was, had je het recht om te leven. Dat ben ik toch ook aardig, hè? Alleen zombie villagers hebben het recht om te leven in Minecraft Survival Island. De serie van Job die die doet op zijn gamekanaal doen begrijpen. Ik ben toch ook een hele aardige jongeman. Oké, hoppakee. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we deze de volgende aflevering ook direct even enchanten. Niet heel hoog, want we hebben namelijk niet genoeg ervoor, maar we zullen het zien. En dan ga ik nu iemand in de Book of Fame zetten. En hopelijk kan ik dan de volgende aflevering iemand in de Book of Fame en op de Wall of Fame zetten. Die of mijn Facebookpagina heeft geliked en mijn laatste bericht op mijn Facebookpagina heeft gedeeld. Of die mij de gouden tip heeft gegeven. Dat zou ik echt het beste van de beste vinden. Even kijken. Ik ga erin zetten Leonard van Diepenbeek. Leonard van Diepenbeek. Gefeliciteerd met je plekje in de Book of Fame. En dan ga ik natuurlijk ook even iemand in de Wall of Fame zetten, zoals ik ook elke aflevering doe. Hoppakee. Ja, de Wall of Fame begint al huge te worden, guys. Holy shit, wat awesome om te zien dat ik al zoveel damegrayers een plekje erop heb kunnen geven. Even kijken. De persoon die ik op ga zetten, dat is Maxwell de Kort. Maxwell de Kort. Gefeliciteerd, bro, met jouw plekje op de Wall of Fame. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Check natuurlijk even de 2 bovenste links in de beschrijving. En nogmaals, als jullie mij te hulp willen schieten, ik zou het fijn vinden. Je kunt natuurlijk ook even via het outro van deze video doorklikken naar de vorige aflevering, naar de afspraak. Of je kunt natuurlijk dan even abonneren op mijn kanaal. Maar dan kun je natuurlijk ook onderaan de video er even op die rode abonneerknop te drukken. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Jullie zijn motherfucking bazen. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. En dan zeg ik, laten mensen...